Midden in ons museum wordt het grote schilderij van de Slag bij Quatre Bras gerestaureerd. Regelmatig houden we jullie op de hoogte van het restauratieproces, de ontdekkingen die we doen en alle bijzondere gebeurtenissen. En deze keer een ontmoeting met meneer Pieneman. Ik zit hier met een hele bijzondere gast, namelijk een echte meneer Pieneman. Dat klopt toch? Dat klopt, ja. Ik ben Jan Pieneman. Jan Pieneman, en u bent familie van de echte schilder Pieneman die het doek gemaakt heeft? In de verte, heel in de verte. Een zijlijn. Mijn lijn loopt parallel aan Jan Willem, zeg maar. Dus een broer van Jan Willem, dat is mijn oorspronkelijke voorvader. En hoe bent u daarachter gekomen? Ik heb op een gegeven moment een stamboom gekregen van de familie. En die ging door tot het begin 1700. En dat wekt dan je interesse. Niet zozeer direct vanwege de schilder, maar je vindt wel leuk waar je vanaf komt. Dat is eigenlijk de lijn geweest. En hoe kijkt u naar het schilderij? Vindt u het een mooi schilderij? Ik vind het knap geschilderd. Want ik ga ervan uit dat er niet de plaats is geweest om al die portretten op te nemen. Dat hij dat later heeft gedaan. En ik vind het heel knap, maar dat vind ik uit hetzelfde aan de Slag bij Waterloo. En vindt u dit ook dan een topstuk van Pieneman of heeft hij mooiere dingen gemaakt? Ja, hij was hofschilder. Dus eigenlijk hoffotograaf. Dus ja, dit is in de lijn van je fotografie of van je portretteren van mensen. Nee, ik vind het een mooie schilderij. En het heeft natuurlijk een brok historie met zich mee. Nu hangt het schilderij hier. Vindt u het een goede plek voor het schilderij? Ja, uiteindelijk is het natuurlijk een militaire actie geweest. Dus ik vind dit wel een goede plek om dat schilderij tentoon te stellen. En hoe denkt u dat hij het gevonden zou hebben? Dat wij 200 jaar later nog steeds naar dit schilderij kijken en dat hij nu hier hangt? Ja, ik denk dat elke kunstenaar dat geweldig vindt. Dat zijn werk zoveel aandacht krijgt. Dus ik denk dat hij daar wel heel blij mee is. Schildert u zelf ook? Nee, echt niet. Nee, ik kan dat helemaal niet. De lijn van Pieneman is uitgedoofd? Ja, het enige kwast die ik gehad was bij een militaire dienst om de masten te schilderen met hamerslagverf. Maar voor de rest, nee.